Vandaag ga ik laten zien hoe je deze nail art kan maken. Ik laat hem even zo zien in plaats dat ik zo begin, omdat je hem dan ondersteboven hebt. Ja, het is een eenhoorn nail art, geïnspireerd door een eenhoornbeeldje wat ik hier al jaren heb staan. En ik keek weer eens een keer rond op de zolder op zoek naar een idee voor een nail art. En ik zag dat beeldje en ik had zoiets van, hey, dat kan wel werken. Het is weer een tijdje geleden dat ik voor het laatst eenhoornsteken op mijn nagels, dus vandaar. Laten we beginnen. Oké, ik begin met een soort van glitterig groen kleurtje, want dat vind ik wel passen. Deze heet We Walk the Green, hij is van Essence. En dan ga ik even twee laagjes van aanbrengen per nagel. En dan is het tijd voor het tweede laagje. Hij dekt ook gewoon mooi compleet in twee laagjes. Voor de eenhoorn ga ik beginnen met wit. En ik gebruik White Tip van Sally Hansen. Gewoon een beetje een blaadje dumpen en dan met een stripe across de eenhoorn proberen te tekenen. Ik moet toegeven, de laatste keer dat ik probeerde een eenhoorn te tekenen, toen deed ik het blauw en toen leek het meer op een platgereden smurf dan op een eenhoorn. En sorry voor het rare licht, het is heel erg fel licht buiten en tja. Daar kan de daglicht wel niet tegenop. Dus ik teken eerst gewoon in wit de outline van de eenhoorns hoofd. Ik hou het ook alleen op het hoofd deze keer. Nou, ik teken dit trouwens even ondersteboven. Als je dit natuurlijk zelf doet, dan is het makkelijker waarschijnlijk om het gewoon rechtop te houden. Maar voor het filmen is dit even makkelijker. En in mijn ervaring, als ik faal in het iets tekenen of niet, dan weet je wel vaak ik op zich toch wel of ik het nou ondersteboven hou of niet. Maar tot nu toe gaat het aardig goed. Oké, dan hebben we hier dus de outline en die ga ik gelijk even invullen. Ik ga voor een witte eenhoorn. Vind ik wel mooi afsteken tegen het groen. Nou, zoals altijd, je kan natuurlijk ook acrylverf gebruiken, maar op zich, ja, mijn acrylverf is opgedroogd, zo ongeveer. En ik heb geen zin om nieuwe te kopen, want eigenlijk vind ik het wel makkelijk om het gewoon met nagellak te doen. Je hebt ook gewoon gelijk glans, weet je wel, en dekt vind ik mooier. Maar in mijn ervaring is het wel iets makkelijker tekenen met acrylverf. Dus zeker als je net begint, weet je wel, met nailartachtige dingen, dan is het wel makkelijker om acrylverf te gebruiken. En ik moet ietsje meer wit hebben. Zo. Doe het trouwens niet te dicht bij de rand, want van de voorkant zie je dat dan toch niet heel erg. En anders wordt de clean-up weer een ramp. Ja, ik ben lui. Oké, dan laat ik dat even. Voor de manen van de eenhoorn wil ik echt gewoon een bijzondere kleur. Dus ik gebruik Luminescent van Color Club. Het is een beetje het is een foil finish lakje. IJzerblauw. Mocht je afvragen waar ik de kleuren van de eenhoorn op baseer, dat is trouwens op een beeldje wat ik hier heb staan. Dat zal ik op mijn blog misschien even een foto van posten als ik het vergeet. Ga ik waarschijnlijk vergeten, maar in ieder geval, het is dus gebaseerd op een beeldje. En dan ga ik heel voorzichtig een voorlok tekenen. Je hoeft je nog geen zorgen te maken bij deze stap om de hoorn, want die kan er gewoon overheen. Tenminste, als je een dekkend genoeg gouden nagellakje hebt, maar die heb ik, dus dat scheelt. Je moet alleen ervoor zorgen dat de voorlok er niet te raar uitziet. En er komt ook een plukje over het gezicht van de pony, eenhoorn. Je snapt mijn punt. Oké, en dan ook nog wat haar natuurlijk bij de manen. Het gaat gewoon een beetje over de hals heen hangen. Gewoon eigenlijk zoals bij een echt paard ook hangt eigenlijk. Alleen dan wat meer overdreven in echte plukjes.
En dat zijn dan de manen. Terwijl de manen drogen, ga ik eventjes alvast details maken met dit lakje, Savage van Sinful Colors. En deze keer wil ik daar weer eens een keertje een detail brush voor gebruiken. Kan ook gewoon met de striper brush, maar ik heb deze een tijdje niet gebruikt, dus ja, vandaar. Dus ik begin even met het oog. Dat geknipper is de daglichtlamp die flipt. Niet opletten. Ik begin even met de pupil. Heel irritant die daglichtlamp, maar goed. Ik ga niet al te moeilijk erover doen. Gewoon zo een oog. En dan een mondje. En een neus. Nou ja, één neusgat eigenlijk, maar je snapt het punt. Oké. En dan om iets meer van een pupil te krijgen, ga ik even Go Bold gebruiken van Essence. Dit gaat een heel bizar oog worden, even tussendoor. Maar het leek me grappig aangezien goud ook de kleur van de hoorn gaat zijn. Beetje My Little Pony-achtig eigenlijk. Beetje van die hele ouderwetse My Little Pony's met die steentjes in de ogen. Uit de jaren 90, nu voel ik me best oud. In ieder geval. Dan ga ik eventjes de pupil op meer detail mee geven, net lijkt als hij vooruit kijkt. En dat is dan het gezicht van de eenhoorn. Nou, dan is het tijd voor het belangrijkste gedeelte van de eenhoorn. Daarvoor ga ik weer Go Bold van Essence gebruiken in het goud. Tenminste, Go Bold van Essence is goud. Er zijn geen andere versies. Het is gewoon een gouden lakje, je snappen punt. Hij is trouwens aardig oud. Ik weet eigenlijk niet of deze nog te koop is. In ieder geval heb ik er eventjes met het kwastje gewoon wat op een stukje papier gedumpt. En ik ga weer terug naar het lange kwastje hier zo. En dit kan even duren, omdat natuurlijk ook kleur onder zit. Maar op zich, Go Bold dekt heel erg goed. Daarom heb ik deze ook gepakt. En laat ik het gewoon een beetje ongeveer, ja, halverwege de voorlok eruit komen ongeveer. En hij krijgt denk ik een aardig lange hoorn. Want dat heeft het beeldje wat ik als voorbeeld heb gebruikt ook. Oké. En dat is dan de eenhoorn. Oké, eigenlijk was dat het einde. Maar toen bedacht ik me dat ik eigenlijk wat shading wil toevoegen. En dat Go Bold daar ook best wel goed voor is. Dus ik ga weer eventjes met gewoon dit kwastje wat de shading aanbrengen bij de kaaklijn. Eigenlijk gewoon een extra outline is wat ik doe. Want dat vind ik toch wel mooier. Het is altijd leuk als je ter plekke een heel hard verzint en dan van alles gaat verzinnen terwijl je bezig bent. Maar ik vind altijd zonder outline aan de ene kant is wel leuk, maar sommige heel hard, maar ik vind dit alweer net iets te, ja, ik weet niet, specifiek om het geen outline te geven. In ieder geval vind ik het mooier met een outline, dus ik maak even een gouden outline. Alleen rond het gezicht van het paard, eenhoorn. En niet over de manen heen, want dan vind ik het goud weer te veel vloeken met het blauw. Ik doe graag moeilijk namelijk. Zo. En dan het oortje. Zo. En dan ga ik ook even wat shading binnen in het oor doen. En dan is de eenhoorn echt klaar. En dan is het tijd voor topcoat. Zorg wel echt dat het goed gedroogd is voor je topcoat aanbrengt. Want als je de lijnen, weet je wel, uit de fatsoen trekt met de topcoat, is het een beetje zonde. Ik gebruik een topcoat in een potje van Essence. Maar er zit ook de helft Catrice topcoat bij. Want beide potjes waren bijna leeg.
En dan gooi ik ze altijd graag gewoon bij elkaar, zodat ik ze nog kan opmaken. Want zo cheap ben ik nou eenmaal. Dus ja. En die breng ik gewoon heel voorzichtig aan. En dan is de nail art klaar. En zo kan je dus de nail art compleet zien. En dan niet ondersteboven. Ik laat hem eventjes op deze nagel zien. Want anders moet ik al mijn hand heel erg vreemd gaan houden. In ieder geval is dat dus degene op de duim. Maar goed, makkelijker houding is dit. Dus vandaar dat ik hem even zo laat zien. Ja, ik vind hem zelf op zich beter gelukkig dan ik verwacht had. Zeker aangezien ik nog niet echt heel veel geoefend heb met details tekenen met nagellak. Het is ietsje moeilijker om hele dunne lijntjes te tekenen, vind ik zelf. Maar dat is een kwestie van oefenen. In ieder geval, ik hoop dat jullie hem leuk vinden. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Voor de vleugels ga ik beginnen met roze. En ik gebruik Celebration Red van Diamond Cosmetics. Op de camera lijkt hij wel rood, maar in het echt is hij meer...